Lieve mensen, wat fijn dat er weer zoveel vragen zijn over zeehonden. Dat maakt me altijd blij. Een van de eerste vragen was, wat is een huiler? Nou, ik kan natuurlijk zo doen als een huiler. Dat is oe, oe, oe. Maar een echte huiler, dat hoor je zo. En waarom heten ze nou huiler? Een zeehond, een jonge zeehond, de gewone zeehond, de waddenzeehond, die wordt in de zomer geboren. Op de zandbanken in de Waddenzee. En we hebben eb en vloed in Nederland. Dus bij eb worden de jongen geboren. En dat gaat ook heel snel. Maar als het hoog water wordt, moeten ze direct met hun moeder meezwemmen. En dan gaan ze op de rug van de moeder gaan ze mee. En wat gebeurt er dan? Dan is er een dikke storm. Of er komt er een boot langs. En dan is moeder aan de ene kant en het jong aan de andere kant. En dan zijn ze elkaar kwijt en ze zoeken en ze zoeken en dan huilen ze. Dat is echt heel dramatisch. Oeh, oeh, oeh. En dan spoelen ze op. De echt die geluk heeft te huilen, die zijn moeder echt niet meer terugvindt. Die spoelt ergens aan langs de kust, die ligt bij de dijk, die ligt ergens op het strand. Want bij laagwater moeten ze met hun moeder weer op de zandbank zijn. En daar zijn ze dan niet. En die moeder zoekt heel lang, maar na 2 dagen is de melk op. Dan is de huiler.